Olga Gijskes, we zijn hier vandaag in Tienen. Er was een bekermatch, 16e finale al, Tienen tegen Union. Ja. Het bleef lang 0-0 en dan een prachtige goal van jou om de wedstrijd te openen. Dankjewel, ja. Hoe voelt dat dan om zo'n goal te maken? Ja, dat is altijd leuk om te scoren, maar in het begin ook wel heel hard gemist. Dus ik had iets goed te maken, maar ik ben natuurlijk wel blij met mijn goal. Ja, was het in het begin, denk ik, Union was redelijk goed hè, als tegenstander? Ja, ça va, het was gewoon moeilijk met het weer. Niet veel ritme, redelijk trage, lome match. Maar ja. In het begin hadden we wel moeite om de eerste goal te maken, maar eens die eerste goal viel, lukte het wel. Ja, tweede helft nemen jullie dan vlot afstand, ja. Uiteindelijk 5-0. Hoe kijk je naar het vervolg? Want Tienen heeft een mooie start gemaakt in de eerste klasse al, 7-9 had ik gezien. We zijn goed begonnen, dus hopelijk kunnen we dat zo lang mogelijk volhouden. Ja, en wat is de doelstelling voor dit jaar? Ik denk ongeveer zoals vorig jaar, top 5. Of, ja. En mooi voetbalspelen. Ja, klopt. Oké, ik dank je, proficiat en succes voor het vervolg. Dank u.